là Hey kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe episode van Ronald speelt Minecraft. En uh, ja, dat is episode nummer 30. En uh, ja, ik heb slecht nieuws. Want er zijn een paar episodes van Ronald speelt Minecraft helaas verloren gegaan. Uh, de reden daarvoor was is dat DX story er weer eens gezinnen in had. En uh, ja, dat waren twee episodes volgens mij. En in die twee episodes heb ik uh, iets heel cools gemaakt. Ik heb uh, daar uh, wacht even, ga ik beter hier laten zien. Ik heb daar nou een uh, boothouse gemaakt. Oh wat fuck. Kijk, ja, daar is dus mijn boathouse. En uh, ja, ik zal een beetje. Ja, zo ik het een beetje zien. Ik zal er even heen lopen. En ja, dat heb ik dus gemaakt. En uh, dan ga ik jullie zometeen nog wel laten zien enzo. Het was wel uh, best wel grappig. Maar oké, okay, het is niet anders. Mijn audio was uh, helaas niet opgenomen. Ik weet niet waarom die story dat soms doet. Serieus, geen idee jongen. Uh, iemand anders heeft gezegd dat ik uh, dit um, uh, wel kon maken met dubbele deuren. Maar dan moet ik ze de ene dicht doen, En wel, dan vind ik dit toch mooi. Want anders dan loop ik tegen die deur aan. En ja, misschien verander ik dat wel. Maar goed. Oh ja, by the way jongens. Ik gebruik hier weer mijn Faithful tech Pack. Ik vind hem zo gaaf. Dus ik denk dat ik hem nou voor alles van Minecraft ga gebruiken. Want wel, het is Minecraft. Maar dan cooler. Dus dat is toch episch. Oh ja, by the way, jongens, ik zal ook even mijn kelder jullie laten zien. Want deze had ik off camera gemaakt. Ja, dit is dus mijn hele kelder. Ik heb er dus allemaal signs geplaatst. Met. Um Alleen een rotsoor erop wat er in de kisten zit. Dus ja, hier heb ik nog verder in principe niks in zitten. Ja, hier heb je wat gravelsooi. Dus ja, daar moet ik even sign bij plaatsen. Hier zit nog allemaal niks in. Ja, dit is een rommelkist, zeg maar. En hier zit verder nog niks in. Hier zit wat rest van shit. Wat armor en wat tools en wapens. En um, ja, wel hier beneden is een soort van uh, ja gang. Uh, hier ga ik een splitsing maken. Die kant op naar een cave system. Want wel toen we in Opte van glitsten, zag je dat er een enorm cave system hieronder zat. Dus dat is wel cool. En aan deze kant op gaan we naar de. Uh, mushroom Farm. Dus ja, dan gaan we een keer een Mushroom Farm maken. Niet nu, maar een latere keer. Dit is even mijn Furnace Room. Hier komt een chest met kool uh, of zo. Ik denk gewoon een stek met kool komt daar of zo. Weet ik veel. En uh, ja, wat heb je dus allemaal Furnace? En die kan ik uh, zooi koken. Dus um, ja. En wel, dan zal ik nu even mijn, uh, ja, mijn ding laten zien. Mijn mijn boothouse. En uh, ja, wel, dit is dus episode 30. We zouden in principe vandaag gaan beginnen met Project Nether. Wel, dat gaan we niet doen. Ik ga gewoon de dingen doen die ik leuk vind als op Minecraft. Ik ga wel plannen van, uh, oké, okay, well, vandaag ga ik dit doen. Vandaag ga ik dat doen. Dus ik ga niet zeggen, wij gaan dan uh, dit en dat doen. Nee, ik ga gewoon eens kijken, nou, wat is het leuk om vandaag te doen? Wat uh, voor projecten staan er nog op de lijst? En uh, wel, er wel toestandig boothouse op de lijst, want ik wil het NPC Village gaan maken. Uh, ik denk dat ik uh, vandaag eventjes... Um, uh, bij Melon Farm even gaan uh, ga bekijken. En ik ga even bij de dieren langs even dierenfarmen. Zo even de gebruikelijke uh, rodelspot maken, of trotszooi. Dan ga ik jullie dat even laten zien. En dan ga ik even zorg verzamelen. En dan gaan we naar de NPC Village. En uh, dat was dan denk ik deze episode. En dan gaan we de volgende episode En de NPC Village uh, mooi maken. Dus misschien kunnen we daar vandaag al mee gaan beginnen. Dat hangt er vanaf. Maar um, ja, de reden daarvoor is dus wel. Ik wil echt beginnen met... Um... Uh, ja, ruilen en zo. Ik wil wat emeralds gaan ruilen en zo. En ik wil, by the way, ook een kat krijgen. Dat zal ik, denk ik, doen, gewoon aan uh, wanneer ik terug ben. Dus uh, ja, ik zal wat gaan vissen daar en zo. Ik ga dan denk ik, iets van een leuk vakantiehuisje bouwen of zo. Maar ja, dit is uh, mijn boot-eiland. Ik heb het een brug gemaakt, zoals je wel ja, ziet in principe. En ja, ik ben een beetje ziekjes, ziekjes, jongens. Ik uh, voel me niet zo heel erg lekker. Dus, um, Ja, het kan zijn dat ik een beetje uh, raar praat af en toe. Dat ik een beetje raas kan. Maar uh, dat zal al wel. Maar goed, boothouse dus, even kijken. Dit is de spooky boat place, dus ja. Wel, dan kom je hier binnen Hier ga ik nog een bank in zetten, het is nog allemaal lang niet klaar. Hé, 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 wat zijn we hier aan het doen? Robboot ook altijd. En ja jongens, ik ben ook aan het sparen uh, voor een uh, ja, nieuwe boog. Als ik level 30 ben, ga ik een boog enchanten. Dat zullen we waarschijnlijk gaan doen wanneer ik terug ben. Dus uh, ja, ik heb geen idee wanneer we met het project net gaan beginnen. Ik hoop, by the way, binnenkort nog even een livestream. Maar misschien dit weekend wel. Ik weet het niet. Ik weet niet wanneer ze wordt geüpload. Maar goed, even kijken. Een uh, boot daarin terug. Ik zat wat te twijfelen. Waar wil ik die boot gaan doen? Misschien daar of, of hierboven. Ik weet het niet, maar... Ja, het is wel droog, want dan heb je dit zo en dan ga je erin zitten. Ja, dan neem je een hartje damage. Of dat, meerdere hartjes. Dus wat ik denk, wat we even moeten doen, is we moeten dit even aanpassen. Uh, zo. Hakken we dit even weg. Even kijken, even de bel erbij. Ik heb ook geen eten zo wat. Maar goed, we moeten straks toch terug. Dus wat dat betreft. Even kijken, hup. Zwem, Ronald. Zwem, hup, hup, hup. Oké. Okay. Even kijken. Zo plaatsen we even dit daar. Dit hier. En volgens mij moeten de bootjes nou de goed uitkomen. Ik weet het niet. Maakt geen zak uit. Dus nou ja, dan schuif je er even tegenaan en dan kun je er gewoon. What the fuck was dat? Nou, maar goed, dan kun je er. De... Hallo, vinden we dit normaal of zo? Maar dan kun je er dus gewoon in gaan zitten en alles. En uh, wel een je gewoon weg. Maar goed, ik laat de boot hier even staan. Ik heb hier nog even zo'n uh, ja, verandertje voor gemaakt. Dus uh, ik weet nog niet wat ik hier verder wil doen. Maar in ieder geval, ik uh, neem Cody even met kom maar mee, stomme hond. Wel, dan gaan we dus even een beetje farmen. Even eten halen en koeien oogsten en alles. Ja, wat doe jij in het hek, meneer? Mag ik dat? Of. Het zijn allebei mannetjes dan in principe. Ja, Kodi Cody heb het vrouwtje, oké. Wel, dan gaan we maar even naar de. naar de. 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 de farm daar. Waarom ging die mijn inventory? Nee, whatever? Ik heb op de farm, by the way, dus weer gisteren lid zei ik al in Hunger games. Maar uh, ja, voor degenen die mijn hanging games niet kijken: ik kan nu inzoomen met uh, mijn muis. Dus ja, ik heb control op mijn uh, microtoets op mijn muis gezet. Super handig voor Hunger games en zo. Even kijken. Nou, er zit nog wat soort van die tree-farming natuurlijk. Ik moet die 3 vormen nog wat repareren en zo. Ik heb hem dus ook aangepast. Dat was ik helemaal vrede te vertellen. dat had ik toen wel gedaan. Alleen nu dus niet. Even kijken. Hier moet nog wel zo'n extra fence ding langs. Want wel, dit is maar 1. En dit is 2. En dit is 2. En dat is ook 2. Maar ik wou hem niet verder deze kant op hebben. Dus ik moet nog wat Badiberg doen. Uh, daar is een Creeper ontploft. Dus dat moet ik nog aanpassen. Ik moet nog veel doen. Maar dat doe ik allemaal wel op camera wanneer ik er zin in heb. Oké. Okay. En natuurlijk heb ik mijn, uh, ja, mijn, mijn ding hier leeggehaald. Die ga ik uiteindelijk een cakehuis bouwen in een livestream. Dus uh, ja, ik ken natuurlijk dit hier nog wel. Maar uh, dit laat ik ook gewoon. Dit is mijn Diamond Branch Mine. En wel mijn Enchantment Room. Die neem ik denk ik wel weer mee. Maar. Uh... Ja, dat zien we later allemaal wel. Maar goed, hier komt dus in totaal mijn, mijn cakehuis uiteindelijk. Dus um, ja, zo'n koffiehuis wordt het of zo, weet ik veel. Goed, wel, dan gaan we even melons halen. En dan gaan we even koeien farmen. want dat denk ik wat letterlijk nodig. Voor uh, itemvrienden en zo. En we gaan denk ik ook nog wel even een cake maken binnenkort. En uh, we gaan ook nog wat dingetjes rond het huis doen. Dus dat gaan we later wel allemaal doen. Kijk eens even de pumpkins, die zijn al mooi klaar. Even kijken, ik pak wat water even bij. Want daarmee oogst je echt super snel pumpkins. Even kijken, we moeten wel genoeg eten meenemen natuurlijk. En dan verliesje je dus ook wel wat hebben. Dit is wel genoeg denk ik. Moeten we alleen wel eerst even de de potatoes opmaken. Oké, okay, wel dan gaan we even, 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 wat gaan we doen, wat gaan we doen, wat gaan we doen. Nee, koeienfarmen ne. hè. En wel, uh, het is ook een soort van expeditie, want we gaan niet meteen ruilen natuurlijk, want ik heb mijn geul equipment niet bij me. Dus dan ga ik gewoon even onthouden, even opschrijven wat uh, de uh, ja villagers allemaal voor zoi willen hebben. En oh ja, jawel, dan ga ik ze dat leveren. En natuurlijk, zo gauw als Minecraft 1.6 e uitkomt, gaan wij op zoek naar één knol. Dus ja, even kijken. Koe, koe, kom mee. Want jij moet uh, baby's maken met die andere koe daar. Dus ja, even kijken. Zo, so, weet je wat, ik ga ze nu niet oogsten, dat hoeft nu niet. Ik laat ze lekker groeien en als ik terugkom, dan uh, breed ik ze nog een keer. En dan heb ik extra, extra, extra veel schaapjes en zo, dat heb ik ook helemaal niet nodig. Kijk zo, maar ja, ik heb dus ook een sheepfarm gemaakt. Ik weet niet of jullie het al verteld Ja, volgens mij wel. Goed, dan wel, ben ik helemaal klaar voor de expeditie. niet, die moet nog allemaal zo verzamelen. Uh, nou, als sandstone en zo, dat hebben we daar allemaal wel. Het dit is inderdaad dit erg logisch, natuurlijk. Uh, maar goed, wat heb ik nog meer nodig dan? Even kijken, even kijken. Hmm. Geen idee. Maar goed, ja, je kunt dus wel zeggen dat de Project Desert nu van, uh, van staat gaat. Ik weet niet. Maar uh, ja, ik wil gewoon even wat gaan ruilen. Omdat, wel, dat heb ik nog in principe nog nooit gedaan. En dat lijkt mij wat leuker om uh, uh, te doen in plaats van net te gaan. Dan zag je wel, ik ging naar mijn. <laughs> ja, Heidi naar, uh, uh, Nou, ik ging, in, ik, ik ging naar mijn Heidi hole in plaats van naar mijn huis. Dus ja, oh mijn god, ik ben echt niet bij hem de kop. Maar goed, ik wil toch even wat opnemen voor jullie. Even kijken, even kijken. Pop. Pom, 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 pom. Oh ja, by the way, jongens, ik denk dat ik van die hanging games een nieuwe serie ga maken. Uh, misschien ga ik nog wel een keer een hele maat met hanging games doen, net zoals een beetje Canadian toen deed, als jullie dat willen zien. Dus ja, daar komt er nog wel even een video van uiteindelijk. Even kijken, goed, wel, wat hebben we allemaal nodig? Planten, hebben we planten nodig? Nee, voedsel, hebben we dat nodig? Ehm. Um, uh, nou, nemen we nog een pork chops mee. Stel nou dat het fout gaat. Oh ja, wacht even, ik moet even wat, uh, wat, uh, wat zombie flash meenemen, want ik ga mijn honden meenemen, denk ik. Ehm. Um, ja, oké. Okay. Nou, even kijken. Dan hebben we kabel en staf. Nee, wat kabelstone mee, natuurlijk. Uh, wat wat kabelfans, want er komt een hek omheen, namelijk. Um, even kijken. Ik ga ook een soort van decontamination chamber maken. Dat is zoals Paul's Junior heeft gedaan. Alleen, nou, ik neem gewoon dit allemaal mee. Of, nou nee, dat, dat kan ik daar wat te plekken koken dan. Woed, wood, wood, wood. we hebben enorm veel wood nodig. Ik heb er geen wood bij, even kijken, we kunnen wat fence gebruiken, dat is altijd handig. Birch, hebben we dat nodig? Nee, o, jungle ook niet. Dirt, ja sure ik neem wat dirt mee, Standen dat we nodig hebben. Sand, dat laat ik hier. Gravel voor paden, Neem we drie uh, stacks met Graffel mee. En dan hebben we hier nog wat sorry hier is niks. En ja, wat iron, um, dan nemen we de iron mee, zo. Even kijken, ik ga nog wel even naar boven toe. Ja, ik neem die rauwe rauw iron gewoon mee, die kook ik daar wel eventueel als ik nodig heb. Even chestplate en rotzooi waarom ik die nodig heb. Even kijken, jazz, en rotzooi, even kijken. Even kijken. Um, ik heb eigenlijk wel wat wood nodig onderweg, dus dan nemen we dit mee. Maak hier sticks van. Zo, even kijken, ik heb hier echt ook... Ik heb niet echt veel tortjes mee, we nemen even een bed mee. Kunnen we wel gebruiken, denk ik. Uh, Oké. Okay. Wel, nou moet ik dus nog even wat soort boven gaan verzamelen. Want, uh, wel, zoals wat. Uh, wat weet ik veel van wat Wat hebben we hier allemaal? Even kijken. We hebben hier. Um, ja, ik heb dus al wat iron. Wacht, nemen we dit ook maar meteen mee. Even kijken. Weet je wat? Neem we de emeralds ook maar meteen mee. Ja, je weet nooit wat het andere is. Uh, Stack met coal. Redstone hebben we ook niet nodig. Wat gaan we slapen. En wat gaan we maar eens. Uh, Onduwig. Jawel, daar gaan wij onderweg. Pop, 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 pop. Even de honden meenemen, dan dus. Wel zorgen dat ze niet weglopen, natuurlijk. Eh, uh, popje Oh ja, iemand vroeg: werkt de TV? Uh, ja, ik kijk er iedere avond studio sport op, dus ja. Even kijken: honden, 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 honden. Uh, ja, we gaan het zwemmen doen, want wel, uh, het is daarachter. En om nou te gaan lopen, te gaan, te gaan, te gaan, in de boot te gaan. En die honden laten zwemmen is dus ook een beetje gaar natuurlijk. Nou, kom mee als jullie doodgaan erg waar. Nou, ik heb honderd vlees bij me, dus eh ja, tools kan ik daar dan wel maken. Dus ja, wat dat betreft. En ik heb een hoe niet nodig of nee, die heb ik eigenlijk wel nodig voor farming hè, daar. Want ik ga daar aardig wat farmen. Dus ja, ik ga zo zeg maar een hele NPC-village weer heropbouwen. Ik ga ook proberen om uh, misschien wat nieuwe NPC-villages te krijgen. Dus uh, ik ga zo'n ka zo kamer maken waarin ik uh, met golden apples en met potions en zo ga werken. Alleen daar heb ik nog niet veel aan, want ik heb nog geen potions in principe. Dus ja, daarvoor moet ik eerst naar de netter. Maar uh, dat doen we allemaal later wel. Dat staat dan weer later op het, uh, op het schema. Kijk, daar is het in principe al. Het is echt echt vlakbij. Misschien ga ik er wel een railroad track naar maken in principe. Dat uh, weet ik nog niet. Misschien van... Uh, uh, van mijn Heidi hole wel, ik weet het niet, misschien. Even kijken, goed, ik ga er even wat vooruit zwemmen. Even kijken, zo. En uh, ja, ik wil niet echt varen, want ik moet nog alle lillypads hier een keer weghalen. Dus uh, dan ga ik denk ik dan een keer een game mode doen of zo, dat ik een beetje rond kan vliegen. Want dit is echt, dat is belachelijk. Dan ben ik een half uur bezig en ik heb gewoon een anderhalf stuk met lillypads. Dus ik heb die dingen gewoon niet, gewoon, gewoon niet nodig. Even kijken, nou, ik neem ze wel even mee alvast. Ja, kom dan langs, het scheelt mij weer werk. Nou, honden meekomen. En uh, ja, ik ga er ook een uh, huisje klemen voor mezelf. Ga ik een trasje maken en zo. En uh, ja, die ga ik mooi inrichten en alles. Maar uh, ja, kom eens even op jullie. Jonge, 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 jonge. En uh, ja, ik ga ook uh, speciale villages namen geven. Dus uh, ja, ik heb wel wat leuke namen zoals Karel, Piet en Henk en zo. En ik ga er ook Harry de kip plaatsen. Ja, want het is eigenlijk iets voor onze server. Maar ik dacht, weet je wat, ik ga ook gewoon Harry de kip hierin doen. Gewoon als ik Harry tegenkom. Gewoon, nou als ik een kip tegenkom, noem ik hem gewoon Harry. Gewoon, gewoon dat kan. Daar nou, wat mijn, mijn huis die ik heb, Ga ik ook een name tag geven en zo. En die. Uh, ja, dat, dat komt allemaal in 1.6 natuurlijk. Dus uh, ja, dat ga ik nou allemaal nog niet doen. Want ik wil. Nou, mijn prioriteit vandaag is gewoon het Epic Village. Gewoon gedeeltelijk online krijgen. In ieder geval een fence eromheen. En het een beetje opgelicht hebben. Zodat er in ieder geval geen mop spannen wanneer ik aan het werk ben. Dus ja, even kijken. Nou, kom op. Zwem is een beetje door, man. Jongen, 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 jongen. Jonge. Het Epic Village is best wel goed puin op. Want, eh, uh, wel. Ja, yeah, het is gewoon. Eigenlijk een grote rotsen, wat het staat tegen de berg op en alles. Dus dat wordt een, 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 een leuke uitdaging, laat ik het zo zeggen. Even kijken, goed. Wat ik nou moet doen, is nu moet ik alle zooi gaan vinden. even hey, een boot, leuk. En hey, je ziet nu mijn bootding nog. Nou, Fires, kom aan land. Goed, wel, dan gaan we maar eens uh, bewegen. Hup, 1, 2. Hup, 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 hup. Even kijken, nou, ik een Die neem ik ook maar meteen mee. Dan maak ik er een shukkenkind vorm, voor het geval er een, uh, iets van papier wil ruilen of zo. Ja, je weet het wel nooit. Ik ga er misschien ook iets van een melonfarm plaatsen. Zo. In ieder geval, ik ga er allemaal farmpjes maken. Die diegene die wil ik ruilen. Dus bijvoorbeeld een kleine sugarcane farm. Een kleine mijn ga ik er maken voor eventueel emeralds. En wat doen jullie daar nou? Cody. Oké, okay, dank je. Goed. Nou, kom maar met mij mee. Zo, kijk daar staat altijd achter. Ik zie er al een, een, een huisje. En ja, ik ga ook wat meer huisjes bouwen, want we wordt een grote stad. Dus uh, misschien ga ik ook wel wat huisjes slopen, dat weet ik niet, maar uh, ja dat zien we dan wel wel. Goed, hé hey, ik dacht dat het hier was, nou ik heb waarschijnlijk iets over de, over de kop gezien. Ik ga bij die kaktus van is tot mijn honden, echt waar. Uh, zo, het voelt weer goed om een beetje echt gewoon weer een avontuur te beleven, want wel ik deed ook gewoon helemaal niks. Zo, wat gewoon wanneer speelt Minecraft? Oké, okay, nou kom mee jullie. En het enige wat ik deed was een beetje rondhangen om uh, ja, mijn, 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 mijn rel, mijn huis, zeg maar. Maar nu ga ik gewoon weer avontuur beleven en uh, gewoon mopslachten en alles. Dus um, ja, en de reden dat ik de tekstje ook zo cool vind, is het zwaard. Ik vind het zwaard en de boog echt gewoon super episch. Je kan hier ook beter mee snijpen en zo. Kijk, het is gewoon, ik vind het gewoon een stuk fijner. Even kijken, nou, kom op jongens. Uh, ja, dat is dat uh, kasteel. Dus uh, ja, ik ga hier wel ergens mijn huis bouwen. Maar goed, eens even kijken. Ik moet dus eerst even een, een, een huis vinden waar ik in kan overnachten. Ah, kijk, die is goed, die volstaat. Moet ik even een einddoor bij maken. Goed, honden, honden. Oké, okay. jij zit hier. Ik vind het helemaal prima. Goed, dan gaan we hier even een settlement bouwen natuurlijk. Even kijken. Uh, dit even op laten donderen. Huppakee. Dit is wel erg, erg, erg klein hoor. Oh, is dit niet iets groter? Ja, dit is wel wat groter, maar dan kan ik niet in. Geweldig, wel. Uh, ik zal sowieso maar even wat van dienst zijn. Dus dat doen we het zo, oké. Okay. Uh, oké, okay. dan wordt dat mijn huis. Kijk, dan moet ik wel gewoon even eigenlijk dit terugzetten. Hè? Fuck it. Nou ja, ja, ik doe het maar gewoon. Dat scheelt mij ook weer wat inventory space. Oké, okay, nou, schep meenemen. Zo, oké. Okay. Wel, jullie uh, garden het, uh, het stadsplein. En dan ga ik even mijn huis opbouwen. Oeh, <coughs> sorry jongens, mijn excuses. Oké, okay, wel dan. Uh, Wood. Shit. Uh, wacht, er zit waarschijnlijk nog een chest in de blacksmith. Alter, was je toch een blacksmith mag kopen? Of niet? Als hier geen blacksmith was, dan is het het slechtste village ooit. Echt waar. Eh, uh, nee, er is volgens mij geen blacksmith hier. YOLO Swag. YOLO Polo Cats. YOLO Polo Cats is geen blacksmith hier. Nou, nee, whatever. even. Maar ja, het is wel mijn dichtstbijzijnde village, natuurlijk. Dus. Hier zal ik wel allemaal mijn, mijn ruil spoilen. Oké, okay, dit is het slechtste deal ooit. Wel dan. Uh, dan moet ik maar wat voet gaan halen, hè. Even kijken. Ik zet sowieso mijn bed al vast. neer om mijn woord te besparen. En misschien. En nou, dan kan ik geen furnace maken, dat is ook zoiets. Uh, nou, mijn bed. Zo dat kan hier wel. Even torch. En, uh, nou, torch is zat. Nou, doen even dan ook meteen gewoon zo. Ze hebben we volledig opgelicht. Goed, even kijken. Um, ja, nou. Uh, dan moet ik nou eens als, als eerst even voet gaan verzamelen. En dan moet ik wel straks gaan slapen. Want ik moet dan wel zorgen dat ik geen mobs spawnen. Want ik heb nog niet het village ja, omringd met Zoïs, zeg maar. Maar goed, ik ga wat voet halen. En uh, dan sluit ik die episode. Want ik heb iets zin om uh, weer urenlange episodes te gaan maken voor jullie. Ik vind het niet echt erg om te doen. Maar het is nou ook weer niet het leukste om te doen, natuurlijk. Zo, so, en ik ga niet echt meer exploren. Want wel, ik wil veel bewaren voor de nieuwe ep 6 update. Dus ja. Kijk, hoeveel voedsel zullen we nodig hebben? Wel, ik denk wat redelijk wat. even kijken. Zo, voorlopig is dit wel goed. veertig goed. Helemaal perfect. E, hey, er is jungle. Oké, okay, nice. Uh, misschien kan ik wel iets van een jungle tempel vinden of zo, weet ik veel. Maar goed, ik vind dit echt een mooi village. Dus, want het staat ook aan het water en alles. Dus ik zal waarschijnlijk ook wel uh, ja, wat gaan doen met. Um, uh, de, uh, ja, met het water helemaal hier farmen en alles. Zo, ik heb even wat king geplant. Zo, dan wordt het wat, uh, wat ruimig hier. Ik kan ik wat meer sugar king gaan verbouwen? Even kijken. Uh, zo, ja, ik doe dit. Want wel, ze ruilen soms ook wel boekjes voor wat sorry. Dus ja, even kijken. Maar goed, ik ga denk ik wel even de, de, de burgemeester straks zoeken. De priester. En uh, wel, dan uh, gaan we die in de volgende episode een naampje geven. Dus uh, ja, nou, ik heb wel een leuke naam, denk ik. Piet of zo, weet ik het. Even kijken. Cody, wat wil jij nog hier dan? Nou ja, zo. Uh, goed. Crafty table, zetten we daar neer. Dan moeten we een chest maken, natuurlijk. Zo. Wat is dat nou, Ronald? Jonge, jong, jong. jong. Oké. Okay. Dan moeten we even een furnace maken. Oké, okay, ik weet wel wat we die neerzetten. Zo, die zetten we daar mooi neer. Zo. En wel, dan maak ik meteen met een dubbele chest, want dat scheelt mij weer werk. Oké, okay. zo. Oké. Okay. Dubbele chest even store natuurlijk. Oké, okay, zo. Er is dus nog eten van mij. Even kijken, zo. Uh, hondenvlees. Ik kan ook wel even daar naartoe. Ik ga die X even doen zo. Want wel, dan heb ik een nieuwe X. Dat is altijd handig. Die hoek ik hem daar wel even in. Uh, maar weet je wat jongens, ik ga het dus hier laten voor vandaag. Bedankt voor het kijken allemaal. Ik ga even mijn uh, huisje wat verder in de deur erin zetten en zo. Uh, ik ga ook even een uh, fans doen in de volgende episode om het uh, dorp heen. Dus jij ja, jongens bedankt voor het kijken allemaal. Laat even een like achter. En hoe meer likes, hoe sneller de volgende episode van Honderspot Minecraft online komt. Als je nog niet geabonneerd hebt, doe het dan even. Volg me op Twitter at shadowgames320 23. En dan spreek ik jullie later. Dus ja, later mensen.